Ja, dames en heren, het is weer zover. Het is weer tijd voor een nieuwe goede vraag. Vorige week hebben we natuurlijk behandeld waar wij eigenlijk aan onze IGN zijn gekomen, onze in-game name. En we gaan meteen door met een nieuwe vette vraag die de hele redactie kan beantwoorden. En deze vraag van de week kwam van onze allerliefste Falco. En ik zeg allerliefste omdat hij ook de leukste is, want hij heet leukste bij ons op de website. Dus het is leukste. Maar hij heet ook Falco. Anyway, Falco kwam met een fantastische vraag. Hij vroeg ons namelijk naar de NPC waar we het meest om gelachen hebben. We gaan van IGN naar NPC. Ik zal het nog even uitleggen. Een NPC is een non-playable character. Dus iemand in een game die je niet kan spelen. Zo'n karakter, ze zitten er vol mee natuurlijk in de games. Maar om welke hebben we nou het meeste kunnen lachen? Let's go! Nou, mijn favoriete NPC dan is de Elcor. De Elcor uit Mass Effect, ik weet niet of jullie hem kennen, het is een enorm raar ras. En dat ras kent geen emotie. Dus alle emoties die zij hebben, dan moeten ze dat van tevoren even zeggen. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, happy remark, good to see you. En dan alles in die toonsoort. Het is hilarisch, na een paar uur Mass Effect skip je alle filmpjes, want het duurt ontzettend lang voordat ze uitgesproken zijn. En af en toe heb je er weer zin in en start je er weer in op. Laten we even naar een paar Elcor gaan kijken. Our people communicate less through words and more through sentence-like movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Als we praten over de meest grappige NPC's, dan kan Borderlands bijna niet ontbreken. Het is natuurlijk maar net waar je smaak ligt, maar persoonlijk ben ik wel te spreken over de humor in Borderlands. En ik denk dat de meeste mensen die nu luisteren naar mij, die denken Borderlands, die denken aan twee personages waar tussen het kan gaan. Claptrap is het in ieder geval niet. Ik heb het puur over Handsome Jack, want Handsome Jack is mijn favoriete NPC wat dat betreft, waar ik het meest om moest lachen. Omdat hij is gewoon gek. Die man, ik zou echt niet bij hem in de buurt willen wonen ook, maar ondanks dat ik hem toch super grappig vind. Die guy is, zoals de meeste mensen wel weten, ik denk niet dat het een hele grote spoiler is, dat Handsome Jack de antagonist van Borderlands 2 is. Het is ook eigenlijk de game waar hij meer naar voren kwam. Volgens mij werd hij niet eens genoemd in Borderlands 1. Is iets te lang geleden, zou ik niet meer weten. Borderlands 2 is echt waar die man gaat shinen. En het begint al vrij vroeg. Je krijgt echt al vroeg met hem te maken. Met zijn fucking paard van diamant, die Butt Stallion noemt. Het is te gek voor woorden. Maar die gast zit je dus heel het spel lang te sarren. Maar op zo'n manier dat je het leuk vindt. Elke keer als je verder komt in het spel, hoop je weer dat je weer een grappige interactie krijgt tussen de speler en Handsome Jack. En we weten dat Gearbox weten dat Handsome Jack populair is, want in Tales from the Borderlands speelt hij een super grote rol. Ik zal niet al te veel weggeven, maar de interactie tussen het hoofdpersonage en Handsome Jack is echt iets wat wel, als je fan bent van de serie, dan moet dat wel beleefd worden, vind ik zelf. En ja, Borderlands is eigenlijk al een serie dat gewoon aanvoelt als een gestoorde roadtrip met bros waarin alleen maar fucking slechte grappen gemaakt worden. Maar ja, ik vind het grappig. Goeie vraag, Falco. Serieus, superleuke vraag. Vooral omdat het zoiets is waarvan je denkt van, hé, daar denkt nooit echt iemand heel erg veel over na. Je draait altijd om de protagonist of de villain, maar niet gewoon de NPC. Gewoon iemand die je tegenkomt als je gewoon door het spel heen loopt. En daarom is mijn antwoord de Adoring Fan uit de Elder Scrolls 4 Oblivion. Hij heeft ook geen andere naam. Er staat gewoon in het beeld staat gewoon Adoring Fan. En je krijgt hem eigenlijk als je de arena voltooit. Want dan ben je natuurlijk een of andere lijpe gladiator held. En dan komt die fan komt met je mee. En hij is godsgruwelijk irritant. En dat maakt hem zo leuk. Want hij komt overal naar je toe van, oh, gaat het wel goed met je? Oh, goddelijke gladiator. En oh, heeft u nog iets nodig? En oh, zou ik helpen in een gevecht? Wat hij trouwens ook voor geen fuck kan. Dus dat maakt hem ook echt super fijn dat hij snel sterft. Maar het leuke natuurlijk is van de Adoring Fan, en dit gebeurde ook een beetje bij Lydia in Skyrim, is dat uiteindelijk in de community van spelers, ook al is het een singleplayer game,
de leukste manieren om hem te vermoorden gaan ontstaan. Omdat hij zo irritant is dat het zo satisfying is om hem, weet je wel, in de fik te zetten. Of te laten verdrinken. Of in een pit vol met zombies te gooien of zo. En dat is gewoon zo satisfying dat je maakt een paar autosaves. Je gaat een paar saves maken dat als je even klaar bent met Oblivion, dat je weer terug kan naar die ene save om toch even weer die adoring fans een kop eraf te slaan. Of wil te laten worden dat hij zichzelf, weet ik veel, in de lava gooit of zo. En dat is gewoon zo ontzettend hilarisch, vond ik. Dat de adoring fan, hoe irritant hij ook is en hoe godschuwelijk graag ik hem ook dood wil hebben, dat het toch eigenlijk wel de NPC is waar ik het meest om heb moeten lachen. Ja, leuk. Wat een toffe vraag. Het is alleen zo moeilijk als altijd. Er bestaan geen leuke NPC's in games. Tenminste, ik speel blijkbaar gewoon nooit leuke games. Maar leukste of grappigste NPC in een game, ja, ik kom gewoon terug bij een game die ik al veel vaker noem, namelijk Uncharted. Wie is dan een leuke NPC? Elena. Ja, Elena is fantastisch. Sowieso de hele merch van elk personage in de game, dat wordt supergoed uitgevoerd en Naughty Dog weet dat ook gewoon, hoe ze dat moeten doen. En waar The Last of Us bijvoorbeeld heel erg serieus was in de meeste gevallen, is Uncharted gewoon één grote grappenbende. Gewoon clowns overal en I don't know, gewoon lekker sarcasme en shit. En daar hebben ze Elena echt goed in geplaatst. Nathan Drake is natuurlijk altijd wel een beetje de grappen maken, maar Elena kan keihard uit de bocht komen. Die kan gewoon grappen maken, kan sarcastisch zijn, die kan gewoon fitten en die kan gewoon Nathan Drake een klap verkopen. En ik weet niet, volgens mij hebben we zo'n soort vraag al eerder gehad waarbij ik echt bijna hetzelfde heb gezegd, denk ik, of zo. Maar I don't know, ik weet niet. Elena is gewoon echt een toffe meid die, ja, daar kun je gewoon echt flink om lachen. En ik heb dat niet zo heel erg vaak met games, dat ik echt bijna tranen in mijn ogen heb van het lachen. Dat gebeurt meestal bij series als Family Guy of Archer of weet ik veel of shit. Maar in Uncharted heb ik het ook wel een paar keer gehad dat Nathan en Elena of met Sully erbij, dat ze gewoon achter elkaar stomme flauwe grappen aan maken waren en gewoon tegen elkaar aan het schoppen waren bij wijze van. En ja, dat is leuk, die humor is leuk en dat moeten ze vaker in games doen. Dat je het een beetje ook luchtig houdt. Dat je niet alleen maar die hele serieuze, zwaarmoedige games hebt, maar dat je ook wat meer humor in games stopt. En dat doet Naughty Dog met Uncharted heel erg goed. Dus ja, Elena Fisher uit de Uncharted-reeks. Nou, Falco en iedereen die deze video nu aan het kijken is, daar heb je het. Dat zijn onze meest hilarische NPC's die wij in videogames aantroffen. Heb je zelf nou ook een enorm leuk karakter van je zoiets had van oké, ik heb me helemaal plat gelachen om die kerel of die robot of dat vrouwtje? Mag allemaal. Laat het ons vooral weten. Heb je highlights? Stuur ze door. We willen ook gewoon lachen om de NPC's waar jullie om een goed hebben kunnen schaterlachen. Zo schuddenbuiken. Je kent het wel. En natuurlijk, we zoeken ook weer een nieuwe goede frag voor volgende week. Dus heb je een toffe vraag waarvan je zoiets hebt van ik ben eigenlijk wel benieuwd naar puntje. Vul het lekker zelf in de comments. En dan gaan wij gewoon een beetje kijken, er doorheen spitten. Misschien wel reageren als het de goede is, als het slecht is. Als het er al eentje is die we al gehad hebben in goede frag. Kan allemaal. Maar anyway, drop je input en dan gaan wij er iets mee doen. Want Gamersnet blijft interactief. Ik was Tom van Gamersnet.nl. Bedankt dat je hebt gekeken op YouTube. Laat een comment achter, laat een like achter, subscribe, al die dingen. Als je op Gamersnet zit, chapeau, ik hou van je. En tot snel, tot de volgende goede frag of een andere keer op Gamersnet.nl. De ballen.